Goedemorgen jongens en meisjes, het vijf woorden dicté van vandaag. Woordje 1. Cactussen hebben niet zoveel water nodig. Schrijf op. Cactussen. Twee. Braderieën zijn een soort rommelmarkten. Schrijf op. Braderieën. Drie. Het was zo warm, ik zweet uit al mijn poriën. Schrijf op, poriën. 4. Nu in de coronatijd missen we de nabijheid van veel mensen. Schrijf op, nabijheid. En als laatste natuurlijk de zin. Tuinman Ali houdt erg van zijn orchideeën. Tuinman Ali houdt erg van zijn orchideeën. Hierna volgt de uitleg. Dank. Cactussen. Je moet weten dat je het met een C schrijft. En verder. Cactussen. De E is een korte klank, dus je schrijft hem met dubbel S en daarna EN. Braderieën. Braderieën. Bra. Eerste klankgroep eindigt op een lange klank, dus dat schrijf je met 1 A. De is een stomme E, dus D-E. Rie. De klemtoon ligt in dit woord op de laatste groep, dus op die braderie. En dat betekent dat in het meervoud er een EN achterkomt met een trema, de twee puntjes boven de E. Poriën. Poriën. Bij het woord poriën ligt een klemtoon op de eerste klankgroep, op po. Dit eindigt op een lange klank, dus je schrijft het maar met één o. En omdat daar de klemtoon op ligt, komt er in meervoud alleen maar een n achter pori en komen de trema, dus puntjes, boven de e te staan. Nabijheid. Nabijheid. Na, lange klank. Je schrijft er maar eentje dus. Bij, je moet weten dat dat met de ei van ijsje is. En heid is met H-E-I-D. Tuinman Ali houdt erg van zijn orchideeën. Tuinman, een samengesteld woord. Eerste woord van de zin, dus met een hoofdletter. Ali is een naam, dus ook die schrijf je met een hoofdletter. Tuinman Ali is een ander, dus het werkwoord houden is de ik-vorm plus T. Erg van zijn. Orchideeën wordt ook bij knieën, hè? Zoals bijvoorbeeld ook zeeën en tweeën. Je moet weten dat je orchideeën met CH schrijft. En er komt EN achter met een trema op de laatste E. Dit was het voor vandaag.